Goedemorgen, we zijn bij de 9e repetitie van het Concert Carnavalesque. Dit orkest is in 1988 ontstaan uit 3 Nieuwse kapellen. Inmiddels zijn de muzikanten uit de hele regio. En dit is onder leiding van de dirigent Bert Proost. Goedemorgen, wat een spektakel, man. Met een hele delegatie komen jullie uit Nuenen. En Bert, kon hij er wat van, onze prins? Heel goed, geweldig. Ik zeg nogmaals, als ik een keer niet kan, dan heel graag dat de prins komt. Ja, maar gisteren een zware avond en dan denk ik van, kan hij de maat wel houden? Nou, het viel mee, we lagen gisteren om 11 uur in bed. Dus wat dat betreft... Wij zijn heel vereerd dat we hier te gast mogen zijn bij de repetitie van het Concert Carnavalesque. Ja. Bert is er al meer dan 30 jaar bij, volgens mij, heb ik mij laten vertellen. En ja, het is heel bijzonder dat zoveel muzikanten volgens mij 8 keer repeteren. En eigenlijk een van de mooiste carnavalsmiddagen van Nuenen neerzetten, elke maandagmiddag. Oh, zeker. En Prins Nexus, vond u het moeilijk om te dirigeren? Heeft u enig idee hoe dat dan moet? Nee, ik heb een heel jaar naar Maestro gekeken, om toch hier goed op voorbereid te zijn. Ja. Maar dan nog valt het erg tegen. Dus ik heb heel veel waardering voor wat Bert doet, want ik probeerde de maat te houden. En ik merkte toch dat ze weer sneller gingen en weer langzamer. En ik dacht dat ik steeds hetzelfde deed. En je zat er een draadje los? Zat inderdaad, we waren samen een draad kwijt, Hans. Nou, gefeliciteerd, Hans. Een mooie onderscheiding. Ja, die krijg ik nou, maar ik ben een van de minsten. Het is het orkest wat het doet. Hè. Ik regel alleen maar een beetje dat ze bij elkaar komen en alles op tijd loopt. En dat heb ik allemaal geleerd eigenlijk alleen maar van Greet en van Dick. Die dat jarenlang gedaan hebben en ik heb het nou een beetje overgenomen om te zorgen dat het blijft lopen. Maar ik heb verder geen toegevoegde waarde wat dat betreft. Hoor. Ik vind het wel leuk om te spelen. Ja, nou je speelt heel mooi klarinet. Dat weet je niet. Nou, ik heb het wel gehoord. Okay. Ik heb je zien spelen. Maar mijn vraag is... jullie hebben maar 8 of 9 repetities. Oefen jij thuis ook? Ik oefen thuis altijd, ja. Ja, niet alleen maar dit hoor, maar je moet wel thuis oefenen. Want ik speel het dan nou al vanuit 2001 of 2002. En ik heb nog dat er in nummers zitten, dat ik zeg, hé, dat heb ik eigenlijk al die jaren nog niet gezien. Want ik ben helemaal niet zo'n goede lezer. Maar dan moet je wel oefenen. En ik denk dat iedereen dat doet, maar niet de eerste keer. Langzamerhand bouwen ze dat op. En op het eind kent iedereen alle spelen.